Ja, de meeste mensen kennen ze wel, de instructievideo's van kunstschilder Bob Ross. Hij werd er wereldberoemd mee. Kirsten Lucie uit Doetinchem, die is nog lang niet zo populair, maar sinds een paar dagen is ze een klein beetje de Bob Ross van Doetinchem. Om wat kleur te brengen in deze negatieve coronatijden, geeft ze dagelijks samen met Arnie Griep live op Facebook tekenles. Goedemiddag. Ja, gratis tekenles. De lessen zijn vanaf begin deze week te volgen op Facebook. Wat we gaan doen is een kaars opsteken voor de mensen die getroffen zijn door het coronavirus. Kirsten Lucie sloeg voor het initiatief de handen ineen met kunstenares Arnie Griep. In deze moderne digitale tijden ging het eigenlijk heel eenvoudig. Ze maakten een Facebookpagina aan en samen geven ze nu dagelijks live tekenles. Kirsten kwam op het idee via de Facebookgroep Coronahulp Achterhoek. Hier nog een blaadje. En daar zag ik allemaal mensen voorbij komen die allerlei prachtige dingen aanboden. Die wilden boodschappen gaan doen, die wilden taxi gaan rijden voor andere mensen. Ik denk ik ga online tekenles geven. En ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden reageren. Inderdaad, een stuk of 10 is leuk, maar zoveel. Ik denk nou, daar is dus heel erg behoefte aan. Want dagelijks volgen maar liefst 350 mensen de live lessen en elke dag blijft het groeien. Veel kinderen kijken, maar ook volwassenen zijn van de partij. Dan moet je hem wel ondertekenen. Sinds kort bent u ja, eigenlijk de Bob Ross van Doetinchem, hè? Oh ja. De deelnemers zelf kunnen foto's van hun kunstwerken ook op de Facebookpagina zetten. Kinderen zijn vaak zo fantastisch. Ik denk, ik wou maar dat ik dat kind nog weer was. Elke maandag tot en met vrijdag om 1:30 live tekenles dus. Te volgen op de Facebookpagina. Gratis online tekenles tijdens de coronacrisis. En we zien jullie graag een volgende keer terug. Doei. Hallo? Ik kom je mooie initiatief ondersteunen. Oh, wat gaaf! Inmiddels duurt de intelligente lockdown 5 weken. Op het moment dat de scholen dichtgingen, bedachten heel veel mensen allerlei leuke initiatieven om kinderen bezig te houden. En zo bedacht Kirsten Lucie dat ze online tekenles ging geven. Online dagelijkse tekenles om ervoor te zorgen dat kinderen zich in deze tijd niet stierlijk gaan vervelen. Ik pak nu een roze kleur, maar dat mag ook een andere kleur zijn. Maar Kirsten kwam er al snel achter dat veel kinderen en volwassenen haar lessen niet volgen, omdat ze geen geld voor tekenspullen hebben. Daarom zette Kirsten een oproep op Facebook. Dus op zoek naar tekenspullen die we al snel vonden. Natuurlijk ondersteunen wij jou, Wendy, ook in deze onzekere tijd. Heel graag van jouw programma Hart in Actie. En met mijn achterbak volgeladen rij ik nu de hoek om bij juf Kirsten. Hoop dat ze thuis is. Ja. Hallo? Hallo? Hallo! Wat een verrassing. Ik kom je mooie initiatief ondersteunen. Kom even met me mee. We houden afstand, maar we doen het op een veilige manier. Kijk. Wat ik voor jou heb. Oh, wat gaaf! Ja. Wow. Let op, deze. Wat geweldig. En hier allerlei tasjes. Met verschillende... Ja, ik kan het nou even niet aannemen. Nee, dat weet ik. Ja, zeker. Ja. Maar wat een geweldig initiatief ben je gestart. Dankjewel. Hoe ben je op dit idee gekomen om dit te starten? Ik geef online tekenles nu tijdens de coronacrisis. Ja. En dat doe ik om de kinderen gewoon iets te bieden. Dat ze overdag iets te doen hebben. En ik merkte tijdens het geven van de tekenlessen... dat heel veel mensen eigenlijk niet veel meer in huis hebben... dan wat potlood en papier. Om welke mensen gaat het? Welke mensen hebben niet... de juiste spullen? Nou, het is met name de mensen die op dit moment hun huis niet uit kunnen, hè, door ziekte. En heel veel mensen zijn ook financieel getroffen hier in de crisis. Ja. Die willen wel, maar die kunnen natuurlijk niet hun tekenmaterialen aanschaffen. Nee. En had je verwacht dat het zo'n succes zou worden? Nee,
Want hoeveel volgers heb je nu? Volgens mij sta ik nu op 615. Zo. En toen ik de oproep voor het volgen van de online tekenlessen plaatste... Ja. Toen dacht ik, nou, als er misschien 2 of 3 kinderen reageren... zou het helemaal geweldig zijn. Ja. En het enthousiasme van de mensen is fantastisch. Echt geweldig. Oh, hoe leuk, hè? Hoe fijn dat je iets kan doen in deze tijd. Ja, zeker. Ja. Hoe komen deze spullen nou bij de juiste mensen terecht? Ik ga scholen benaderen en misschien ook buurtcoaches. Want die weten welke gezinnen dit echt zouden kunnen gebruiken. Ja. Ik ga je even helpen om de spullen bij de deur te zetten. Grote boog om elkaar heen. Heel veel succes ermee verder. Dankjewel. Dag. Doeg. Bye. Bedankt Hart in Actie. Ik ben heel blij met de tekenspullen. Bedankt Hart in Actie. Hallo, ik zit in de auto en ik heb hier naast mij het pakketje wat ik gekregen heb via Wendy van Dijk en het programma Hart in Actie. En dat zijn allemaal tekenspullen. En dat pakketje dat ga ik nu wegbrengen naar Felix. En Felix heeft echt absoluut geen idee. Ik vind het zo ontzettend leuk. En er zit van alles in, hè. Er zit, Ik laat het jullie wel zien als ik ze dadelijk bij Felix ben. Ik sta hier aan de deur bij Felix en ik heb hier het pakket bij me van Hart in Actie, wat ik aan hem ga overhandigen. En hij heeft echt geen idee, dus ik ben heel erg nieuwsgierig hoe hij gaat reageren. Dan ga ik nu aanbellen. Komt je? Zo spannend. Ik ben echt zo benieuwd wat hij ervan vindt. Dan hoop ik dat hij zelf de deur open doet. Volgens mij hoor ik hem aankomen. Hallo Felix. Hallo. Hallo. Je zult wel denken, wat gebeurt hier? Ja. Ja? Nou, ik ben juf Kirsten Lucie van de online tekenles. En ik heb via Hart in Actie dit mooie tekenpakket gekregen. Wat ik mag gaan uitdelen aan kinderen die graag tekenen. Vind je dat leuk? Ja. Ja? Ik heb gehoord dat jij heel graag tekent. Ja? Dat klopt, dat is waar, hè? Ja. Weet je wat we gaan doen? Als jij dat goed vindt, dan geef ik jou zo het pakket. Mag je het lekker gaan uitpakken. Ja. Maar we willen ook heel graag zien hoe mooi jij kan tekenen. Dus vind je het goed als we even binnenkomen? Ja. Ja? Kijk eens. Loop ik met je mee. Mm-hmm. En dan kom ik zo bij jullie terug. Zo Felix, wat ben je mooi aan het kleuren. Dank je. Je hebt al deze materialen gekregen. En dan heb je vast ook veel meer zin om te gaan kleuren. Ja, ik heb nu ook weer heel veel dingetjes die ik wil maken, zeg maar. Met ook heel deze dingetjes en de schetsboekjes. Dus ik heb wel heel veel zin ook. Ja, nou en wat ik vanaf hier kan zien is dat jij een hele mooie tekening bezig bent. Mm-hmm. Ja, ik zie de aarde en ik zie iets over het coronavirus. Mag ik misschien alvast even wat dichterbij kijken? Ja, dat is goed. Zo, dat is mooi zeg. Ik zie de aarde, hè? Daar ging de les over vandaag. Ja. Want je bent de online tekenlessen aan het volgen. Mm-hmm. Ja, superleuk. Oké. En ik weet ook dat je vaak kijkt. Je hebt al vaker tekeningen ingestuurd. Ja. Ja. Kan je misschien even aanwijzen op je tekening wat je getekend hebt? Hier is dus gewoon de wereld waar wij op leven. En daar is dus nu het coronavirus op bezig. Maar en deze bolletjes, dat is het coronavirus. En het symbool is soort van dat het steeds verder weggaat. En dan wordt het steeds ook kleiner, het virus. En uiteindelijk is het hier gewoon helemaal weg. Oh, wat mooi zeg. Fantastisch. En hier heb je gewoon wat regeltjes, zeg maar. En dit is het virus en dit zijn de mens. En ja, die bestrijden het virus dus. Heel mooi. En kijk eens, je hebt ook zo'n ontzettend mooi hart gekleurd. Ja. Wat leuk. Het staat Stay Strong en er staat ook... Bedankt Hart in Actie. Ja, want je bent blij, hè? Ja, heel blij. Ja. Nou Felix, ik ben ook heel erg blij dat ik je heb kunnen verrassen. Het is misschien een beetje gek zo, want normaal dan zie je mij online tijdens de tekenles. En nu stond ik ineens aan je deur. Ja. Ja.
Nou Felix, ik steek mijn duim naar jou op. Ja. Ja? Ontzettend fijn dat wij even bij jou binnen mochten kijken. Echt heel gezellig. Leuk om te zien wat je gemaakt hebt. Mm-hmm. En is er nog iets wat jij tegen Hart in Actie zou willen zeggen? Het is een heel leuk programma. Dit en zo, dat je dat allemaal ook op tv mag laten zetten. Eigenlijk zegt jouw tekening en hoe blij je bent met alle spullen, zegt eigenlijk wel alles. Ja. Zie, de kat komt ook nog voorbij lopen, zo gezellig. Ja. Nou Felix, ontzettend bedankt. Nog veel tekenplezier. Ja, en heel fijn dat we bij jou binnen mochten kijken. Ja. Doeg. Doei. Ga naar je zwaaien, want handen geven mag nou niet, hè? Nee. Doeg Felix. Doei. Ja, dat is klaar. Ik ben heel erg blij met de nieuwe tekenspullen, dus bedankt Hart in Actie. Nou, we staan nu voor de mini-mama en ik heb de spulletjes bij me. En ik ben echt heel benieuwd wat ze ervan gaan vinden. Zeefke, zit hier. Ingrid. Praat een beetje zachtjes, dan horen ze me nog niet. Nou Charlotte, daar zijn we dan met de spullen. Ja, wat geweldig zeg. Echt super. Daar gaan we veel mensen blij mee maken. Ja, wij gaan ze nu even naar de dagbesteding. Ja? Ja, daar kunnen we het veilig stallen. En gaan we daar eventjes kijken hoe we dat verder vorm gaan geven. Ja, leuk. Ik help je even mee. Superleuk, dank je. Hoi, ik ben nu in de dagbesteding van de Minimama. En ik ga ze helpen vandaag met de tasjes inpakken. Dus even kijken, ik hoor al het stemmen hierachter. Dus volgens mij zijn ze er. Hallo. Hallo. Hey, hallo Kirsten. Hi. Hi. Hey, Julia. Hallo. Ik kom jullie lekker helpen vandaag met het inpakken van de super tasjes. Wat zijn het mooie tasjes. Ja. Met een mooie inhoud. Zo. Kijk, wat hebben jullie het hier gezellig, jongens. En we hebben het goed georganiseerd, hè? 1,5 meter afstand van elkaar. Ja, en ik zie jullie bij de koffie al klaar. Nou, vind het helemaal super. Hartstikke fijn. Bedankt Hart in Actie. Ik ben heel blij met de tekenspullen. Sta ik dan met de verlotingspakketjes. En zo leuk. Zo dadelijk komen de prijswinnaars om deze pakketjes op te halen. En er zit echt van alles in. En wat een verrassing is, dat wist ik ook niet. De Wereldwinkel heeft dus ook pakketjes gedoneerd. Tractatie namens de Wereldwinkel Doetinchem. Kijk nou hoe leuk, man. Super, hè? Ik weet zeker dat jullie heel blij mee gaan zijn. Er is al één iemand geweest, want de moeder van Tycho, Josien, die heeft al een pakketje opgehaald. En ja, die was er heel erg blij mee. Tycho was er zelf niet bij, maar ze gaat hem verrassen. En ja, er zit echt leuk ding te zien, jongens. Ik kan wel even wat laten zien. Dit zit erin. Dit zit erin. Deze. Tekenblokje. Kleurpakketje. Stoepkrijtjes, stiften en nog meer stiften. Ik ga even kijken of dat klopt. En een soort funny gummy klei. En een kaartje van de juf. Rodney en Hugo bij Optimaal FM. Hey Rodney, wist jij dat er in de regio ontzettend veel leuke initiatieven plaatsvinden wat betreft de corona-epidemie die even door het land waart? Er is zelfs ook een Facebookpagina daarvoor opgericht om vervolgens bewoners daarin mee te krijgen. Leuk. En dat heeft Kirsten ook gedaan. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen Rodney, hallo. Goedemorgen. Wat heb jij precies in die Facebookgroep gezet? Ik heb daarin een oproep gezet dat ik eventueel voor alle mensen en kinderen die thuis zitten online tekenles wil verzorgen. Een supergoud idee natuurlijk, want al die kinderen moeten natuurlijk thuis zitten. Nou, heel veel volwassenen natuurlijk ook. Nou, het is natuurlijk ook wel de vraag, hoe kom je die dagen door? En jij bent ook tekendocent, dus jij dacht van goh, laat ik dat in gaan zetten in de tekenlessen. Ja, precies. En ik had verwacht van nou, er komen misschien 2 of 3 reacties op. Maar we zitten inmiddels boven de 500 leden. Dus er is zeker behoefte aan. Zo, dat is lekker zeg. Hey, en hoe doe je dat dan op zo'n... je gaat online of via Facebook, denk ik? Ja, dat klopt. Ik heb eigenlijk helemaal geen opnameapparatuur. Dus ik heb alleen mijn laptop. En iedere middag om 1:30, dan ga ik live.
via Facebook. Oké. Dat doe ik op die manier. En geef je dan instructies aan de kinderen of de mensen die meedoen, of is het vrij tekenen? Wij geven voorbeelden en inderdaad instructie. Iedere dag hebben we een thema. Zoals vandaag gaan we bijvoorbeeld een hartenslinger maken. Oh, leuk. En wat, ja, dat is echt heel erg leuk. Want ik dacht, een hartenslinger die we misschien door de hele Achterhoek kunnen krijgen, digitaal. Oh. Ja, dus dat iedereen een mooie hartentekening maakt. En dat is wat we vandaag gaan doen. En iedere les geven we instructie. We laten zien hoe je het beste kan doen. Een paar trucjes zitten erin. Hoe je gemakkelijk iets kan maken. En we hebben van iedere les een online fotoalbum. En daar komen dan de gemaakte tekeningen en de voorbeelden komen daarin. Hartstikke leuk. Hey, en hoe heet jullie Facebookpagina? Hoe kunnen we jullie vinden? Gratis online tekenles tijdens de coronacrisis. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Hartstikke leuk. Hey, en wanneer komt het thema naakposeren? Want dan ga ik meetekenen. Is dit een verzoekje van jou speciaal? Nou, ik wil wel voor die camera liggen, hoor. Ik schaam me nergens voor. Dat is goed. Dat heb ik dus nu genoteerd. Dus je weet dus dat als het thema komt... Oh, dan ben je erbij. Onderuit. Ja, want, ik zit ook even te denken, want het is natuurlijk voor jong en oud. Hè, maar hoe doe je de thema's aanpassen op zowel jonge mensen als zowel de oudere mensen? Hoe maak je dat verschil? Nou, ik krijg hulp van de kunstenares Annie Griep. Ja. En die is er dan deze week even niet. Die heeft even vakantie. Maar we laten meestal voorbeelden zien voor kinderen. Dus die gemakkelijk te maken zijn en voor beginnende mensen. En we laten wat ingewikkelder voorbeelden zien. Dus dan kan iedereen gewoon dat eruit pikken wat op dat moment bij hem past of bij haar. Ah, fantastisch. En stel je voor dat er nu nog een gezin zit te luisteren. Wat moeten ze nu doen? Kunnen ze nog deelnemen? Absoluut. Alle lessen staan gewoon nog steeds online. Je kan dus echt vanaf les 1 kan je gewoon instappen en kan je meedoen. En je mag ook al je tekeningen nog inzenden. Dus dat kan. En als je geen Facebook hebt, wij hebben ook een YouTube-pagina waar we alle filmpjes op hebben gezet. En ook daar kan je gewoon alle lessen kan je daar volgen. Klinkt goed, hè, Kirsten? Ja, leuk, man. Hey, ik ga vanmiddag 1:30 even inloggen. Jij gaat inloggen? Jazeker. Nou, je hebt er dus weer er is in ieder geval eentje bij. Ja, toch? Hoor. Ja, ja, ja. Super, dan verwacht ik ook een tekening, hè? Ja. Kirsten, heel erg bedankt voor je tijd. En heel erg veel succes met je initiatief. Ik vind het helemaal super leuk dat ik in de uitzending mag komen. En ja, iedereen meedoen, hè? Ja, absoluut. Geen problemen. En een mooie ochtend vandaag. Ja, hetzelfde. Annie, kom je bij? We willen ook Annie weer bedanken. Hè, dat is onze eigen Achterhoekse kunstenares die wij kennen. Die heeft het weer ontzettend tof gedaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf ook wel zin gekregen om vanmiddag de bloesems en de tulpen te gaan schilderen. Echt super. En ik de rood. Ja. Morgen zijn we er weer om 2:30. Mocht je er niet direct bij kunnen zijn, geen probleem. Je kunt altijd later terugkijken op Facebook. En dan kun je alle lessen gewoon terugzien. Dat kun je terugzien in de units die we hebben aangemaakt. Maar je kan ook gewoon kijken bij de video's. Je kan kijken bij de topics. Heel graag willen we dat je je tekening uploadt. Dan kunnen we die van commentaar voorzien. En wees ook niet bang, hè. Want alles is mooi. Alles is goed wat je maakt. Alles is welkom. En ja, we willen ook wel even horen naar wie je jouw bloemetje dan hebt opgestuurd. Horen we hartstikke graag. En ik heb gisteren een topic aangemaakt voor alle jarigen. Daar staan al wat namen in. Maar laat even weten als je jarig bent. Want dan noemen we jou. Want op dit moment kun je natuurlijk ook niet weg. En kun je ook niet je verjaardagsfeestje vieren. En wordt het ook niet op school gedaan. Dus is het wel zo leuk dat we daar dan even bij stilstaan. Ontzettend bedankt. De opname gaat nu stoppen. En we zien jullie graag een volgende keer terug. Doei.